Leendert, teleurstelling is groot, hè? Ja, ontzettend groot. Ook omdat we het niet hebben, tenminste ik heb het niet zien aankomen. Na vorige week, na afgelopen week, goede week gehad. We waren fit. En dan is dit wel een flinke dreun, moet ik zeggen. Ja, het is een behoorlijke dreun. Het is, als je vorige week de wedstrijd kijkt, was hier de meeste 90 minuten. Vaak had je de tweede bal. Dat ontbrak nu, hè? Ja, ik denk dat we vandaag de wedstrijd ook gecontroleerd hebben. Maar dat vond Duno ook niet erg. Alleen inderdaad, de momenten, met name wat je net zei, de tweede bal, maar ook aan de bal, hebben we niet voldoende gebracht. En dan is één momentje is heel erg beslissend. De enige kans die ze gekregen hebben, denk ik, ja, tot op het einde na natuurlijk, dan gaan wij echt carte blanche spelen. Ja, maar dan ga je het open achter gooien. Het open achter, dus dat til ik niet mee, maar ze hebben, dat is een momentje en dat is, ik ben er doodziek van. Kijk, dan vlak voor de rust, dan Jeffrey Hilgeman nu maar schiet nog tegen de palen. Als je 1-1 maakt, dan ga je eroverheen, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Alleen, dat is voetbal. Ook dat had je niet geweten. We hebben vandaag bijna niks gecreëerd. Een paar momentjes, een paar hakkelijke momentjes, maar veel minder dan vorige week. En dat is jammer. En ik had ook gedacht, die 1-1 die gaat vallen, dat kan niet. We hadden de wedstrijd echt goed onder controle. Hun speelden veel de lange bal met lopende mensen. Dat deden ze hun goed, maar zijn niet gevaarlijk geworden. En dan is het alleen jammer dat je aanvallend te weinig kan brengen. En dan zit je een flinke kater. Ja, want je hebt me nog een keer tegen me verteld, kost wat kost, wij willen naar de tweede klasse toe. We willen de derde klasse verlaten. Ja, dan is het helemaal een grote domper, hè? Ja, tuurlijk. Kijk, als je nou niks had gebracht en met de 3-4-0 had verloren, bij spreken zoals de laatste weken voor de na-competitie, dan had ik er misschien nog een beetje vrede mee gehad. Maar ja, deze club die moet gewoon terug naar de tweede klasse. Die gasten die hebben dat denk ik ook nodig. Hè? En dan neem ik als voorbeeld Buffet. Jarenlang in de derde klasse en ze doen het nu gewoon geweldig in de tweede klasse. En ik denk dat het voor de club en voor de jongens ook gewoon een heel mooi leermoment kan zijn. En dat merk je dan nu toch wel ook weer terug in de wedstrijd. Dat voetbalgochme, dat heb je dan niet omdat je dat niet nodig hebt in de derde klasse. En in de tweede klasse wordt dat wel van je gevraagd. En dat heb je gewoon als club nodig. Maar feit is dat we dat niet hebben volgend seizoen. Dus gaan we volgend seizoen gewoon weer fris en fruitig van start. Met de groep. En daar heb ik zin in. Alleen nu ben ik nog wel even aan het balen. Ja, ik wou net zeggen van uithuilen en voorbereiden op het nieuwe seizoen. Maar dat zal even een paar weken duren, denk ik. Ja, ik ben wel wat gewend, niet als trainer. Hè. Dus dit pakt mij meer als speler. Als speler had ik... kon ik het makkelijker van me afzetten. En nu is het anders als trainen. Dus ik hoop dat het met een weekje of twee dat het wel een plekje heeft. En het seizoen is nu klaar. Hè? En als je weet dat je derde of vierde wordt in het seizoen, dan weet je, het is gewoon afgelopen. En dan kan je er naartoe werken. En nu is het opeens abrupt. En ik ga het weer zeggen, ik baal echt als een stekker. Ja. Vorige week zei je tegen me, ik ga pas over 4-5 weken op vakantie, maar het wordt nu iets eerder. Nee. Nee, die is geboekt, nee. Nee, maar het is wel fijn dat het klaar is. We hoeven niet meer te trainen, want daar heb ik zelf als speler... Doe je van de week ook niet even nog een training? Nee, die gasten hebben maandag een horeca toernooitje, dus die mogen daar lekker aan meedoen. En ik denk dat ik donderdag nog even op de club laat komen iedereen. Maar ik was zelf ook een speler, als ik voor die katsenkut moest trainen, daar had ik een bloedhekel aan. Dus dat doe ik als trainer ook niet. En misschien gaan we donderdag nog even een drankje doen. Misschien niet. Ik denk dat die gasten er ook doorheen zitten. En verdriet wegzuipen. Alleen, er gaan twee mensen gaan uit je selectie weg. Komen er nog nieuwe mensen dat jij weet? Ik heb geen idee. Ik heb zelf niet mensen benaderd. Wel wat geluid gehoord van iemand die wil komen. Hij is meer dan welkom. Alleen ik wil niet spelers gaan benaderen. Dus die trainer ben ik niet. En ook met dit team ben ik hartstikke tevreden. Het is jammer dat Osama stopt. Ik hoop dat hij bij ons in de staf wilt komen. Ik denk dat het een absolute aanvulling kan zijn voor ons. En Sander stopt. Dus dat is jammer. Die gaat er dan ook nog eens. Die valt in na een blessure en die valt weer geblesseerd uit met zijn hamstring. Nou, dat is zuur. Maar ik weet er verder ook weinig over te zeggen. Volgend seizoen nieuwe kansen en gaan we gewoon weer vol goede moed van start. En ik heb er gewoon nu alweer zin in om met die gasten aan de gang te gaan.
Echt een fantastische groep hebben we. We werken keihard en dat is het, ik zei het net al. Je kan op twee manieren verliezen. En wij verliezen op de manier dat we in de spiegel kunnen kijken. En dat kunnen de spelers doen, dat kan de staf doen. Dat kan de hele club doen. Bestuur, de vrijwilligers hebben er alles aan gedaan. We hebben mooie avonden gehad hier ook. En we kunnen toch met opgeven hoofd het seizoen afsluiten. En met een zure appel in de smoel. Bedankt dat je het hele seizoen ons te woord wilde staan. En volgend seizoen spreken we elkaar vast weer, Helene. Ik hoop het.